Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Annette van Soest. Veel start-ups redden het niet na een jaar ploeteren. In deze rubriek kijken we iedere week hoe een pitchkandidaat van vorig jaar er nu voor staat. En vandaag doen we dat met Willem-Jan van Loon van Beamler. Een wereldwijd netwerk van ruim 300 3D-printlocaties voor ingenieurs. Welkom terug. Dankjewel. Jij was hier iets langer dan een jaar geleden, op 28 april 2017. We luisteren kort naar hoe je pitch toen ging. 3D-printen is de toekomst van het nieuwe fabriceren. Maar wist jij dat er 824 verschillende soorten type 3D-printers zijn? En meer dan 271 verschillende materialen? Het is dus onmogelijk voor een ingenieur om al die kennis te verzamelen en te onderhouden. Want dat zijn de jongens die de printers gebruiken. Dus wij dachten bij Beamler, hey, als we nou al die data verzamelen en in een cloud zetten. Kijk eens, dat is in het kort het idee. Vond je het prettig om jezelf terug te horen of was het even slikken? Heel raar. Okay. Liever niet eigenlijk, maar... Het ergste heb je dan meteen gehad. Ja. Nog even heel kort. Jullie platform maakt voor ingenieurs duidelijk welke printer ze moeten gebruiken voor welk product. En waar die printer dan staat, wat de beste locatie is, de beste prijs. Exact, precies. Dat is precies wat we doen. Dus ingenieurs van grote corporates of grote manufacturers krijgen toegang tot een wereldwijd 3D-printnetwerk. Ja. En daardoor hoeven ze dus 1. Geen machine te kopen, want die zijn heel prijzig. En 2. Als een klant bijvoorbeeld in het buitenland zit, Australië, kunnen ze heel snel het onderdeel in Australië uitprinten bijvoorbeeld. In plaats van Nederland. En dan met het vliegtuig versturen naar Australië. Hoe gaat het met jou als leider van de bende en je bedrijf? Het gaat uitermate erg goed. Heel goed. Ja, wij zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen. We hebben natuurlijk een plan gemaakt. Je ziet daar dat we daarheen gaan. Maar dat er allerlei dingen onderweg gebeuren. Onverwachte dingen, maar hele leuke dingen. En zijn we heel tevreden waar we staan. En het gaat goed, heel goed. Ik denk dat iets wat je niet had verwacht, dat je als start-up, als zelf eigen beginnend bedrijf, alvast een andere start-up kunt overnemen. Dat lijkt me een onvoorziene gebeurtenis. Ja, Printer hebben jullie overgenomen. Ja, we hebben PrintAir. Die hebben het helaas niet gehaald. Die hebben het moeilijk gehad. En wij zagen dat voorbij komen. En wij dachten van, nou, dat is heel interessant. Die technologie is was erg vernieuwend. Liep een beetje voor op de markt. En we hebben de mogelijkheid gehad om dat over te nemen. En daar zijn we erg blij mee. Want dat is voor ons dat we veel sneller kunnen ontwikkelen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Want ik zei het al, je staat zelf aan het begin van een ontwikkeling. Je moet nog maar kijken hoe het gaat met je eigen bedrijf. En dan doet zich plotseling deze kans voor. Je moet het ook allemaal nog organisatorisch en budgetair fixen. Dat klopt. Dus ja, dat is natuurlijk het ondernemen. Je weet natuurlijk niet hoe de dag van morgen eruit ziet. En dit is dus eigenlijk wat niet in de planning stond. Maar wel echt een hele grote mogelijkheid was. En ja, wij zagen dat voorbij komen. Zijn failliet gegaan. Wij hebben het IP, alle code die ze hebben gemaakt de afgelopen 3 jaar hebben wij overgenomen. En daar zijn we heel erg blij mee. Moet je zelf je best doen om het tempo allemaal te kunnen bijhouden? Want je noemde het net ook nog, hè, er zijn 824 verschillende printers en bijna 300 verschillende materialen. Die diversiteit neemt natuurlijk alleen maar toe. En dat zorgt ervoor dat jullie platform en misschien het onderhouden daarvan ook steeds complexer wordt. Ja, zeker. Dus je ziet dat de manier hoe wij dat verzamelen, voorheen deden we het met de hand. Maar wat er nu is gebeurd is dat eigenlijk wij worden benaderd door de markt. Van de materiaalmakers, de machinemakers. En dat zij ons de data geven. En dat daardoor accelereer je vele malen sneller. En dan is het mooie ervan dat er in één keer materialen in jouw database komen, waarin wij dachten dat helemaal niet bestond. En dat zijn er nu namelijk, het waren er 271... 688 materialen. 688 materialen. Types. En hoeveel printers komen die, verschillende printers? Even kijken, 255 ongeveer. Oké. Ja. En wil je daar gebruik van maken, dan moet je in ieder geval, als er niks veranderd is ten opzichte van vorig jaar, een abonnement afsluiten van €750 per maand. Ja. Dat vond degene die de pitch beoordeelde vorig jaar tamelijk veel geld. Ja, klopt dat businessmodel nog steeds? Nou, ja en nee. Dus het businessmodel is 1, wij krijgen percentage per print. Dat stond ook al vast. Ja, maar, 10% was dat? Ja, nou, precies. En we hebben de maandelijkse fee, vinden wij €750 behoorlijk laag. Dus dat is een stuk hoger geworden. Dat is hoger geworden? Ja, exact. Okay. Omdat we zoveel kennis hebben. Het maar over jezelf durven zeggen. Want even voor de goede orde. Jij levert natuurlijk eigenlijk je diensten aan mensen die zelf ook specialisten zijn. Hè? Die bijvoorbeeld voor een grote autofabrikant werken. Die schroefjes nodig hebben. Je zou verwachten,
Die ingenieurs, dat kwam vorig jaar ook ter sprake, hebben zelf ook enige kennis in huis. Ja, dat dachten wij ook. Alleen waar we zijn achter zijn gekomen, is dat die ingenieurs al die informatie opzoeken eigenlijk op het internet via Google. Maar dat doen wij al 4 jaar lang. Okay. En dat doen we ook automatisch en veel sneller. Dus die kennen weinig uit het hoofd. Nou ja, die hebben gewoon voor iedere nieuwe gelegenheid weer een nieuwe zoektocht op Google nodig. Wel, dat zien wij toch wel. En ook bij grotere bedrijven. En wij zeggen van ja, al die uren dat jij op zoek bent, dan kun je veel beter gewoon een maandelijkse fee bij ons betalen. Want het is veel goedkoper dan dat die engineers wekenlang bezig zijn om die informatie te zoeken. Hoeveel grote bedrijven doen dat al? Ik meen me van vorig jaar te herinneren. Nee hoor, ik heb gewoon stiekem teruggeluisterd. Maar je was met 4 grote partijen in gesprek voor een pilot. Echt grote klanten. Je zei toen ook, ja, onze techniek die verandert steeds. Het is nog niet helemaal volwassen. We zijn nog bezig met het verkennen. Waar sta je inmiddels? Ja, we hebben dus 1 aangetoond dat die pilots zijn goed verlopen. Daar zijn we mee doorgegaan. Dus daarmee kunnen wij deze bedrijven toegang geven tot een wereldwijd 3D printnetwerk. Zie je het nog steeds als een pilot? Of ben je een fase verder? Dat zijn gewoon klanten. En daar zijn meerdere klanten bij gekomen. En dat zijn, dat is heel goed. Dus dat is 1 ding waardoor we dus echt zien dat het platform gewoon werkt. We printen gewoon per maand aardig wat parts, onderdelen momenteel. Wat voor dingen komen er uit die printer? Voornamelijk prototypes en functionele onderdelen. Ja. Dus toch die schroefjes onder andere. Ah, Kijk, er wordt hier iets uit de binnenzak gehaald. Ja, om even een gevoel te maken. Kijk hier, dit is dus een stukje metaal. Dan heb je een beetje gevoel erbij. En dit is bijvoorbeeld heel interessant. Dit is pas 3 maanden op de markt. 100% rubber geprint. En dat is, En wie had dat nodig dan? Nou, dit is bijvoorbeeld heel interessant voor de automotive. Om kleine rubbertjes die in de motors kapot zijn, kun je nu vervangen en direct uitprinten. Toen je hier vorig jaar was, had je het ook uitgebreid getest, vooral op consumenten. Je moest die grote sprong van de consumentenmarkt naar de bedrijvenkant nog voor een belangrijk deel gaan maken. Dat is dus gelukt. Zeker, ja. En we hebben hier namelijk ook wel eens mensen die komen na een jaar terug en dan zijn toch bepaalde dingen tegengevallen of het liep allemaal anders dan gedacht en niet altijd positief. Ja, heb je hier te maken met iemand die het aan alle kanten getroffen heeft? Nou ja, goed, kijk, er zijn altijd uitdagingen. Maar we hebben dus gezien dat dit eerste software werkt. En we hebben dus eigenlijk nog een nieuw product ernaast gebouwd. Want wat we hebben heel veel gezien is dat heel veel bedrijven zeggen, ja, wij willen heel graag printen. En met jullie netwerk wel. Maar dan vragen ze, ja, wat moeten we printen dan? En, sorry? Ja, je komt toch pas bij jullie terecht als je weet dat je wat moet printen en ook wel weet wat dat dan is? Ja, dat zou je denken, maar dat is dus niet zo. Dus heel veel bedrijven zeggen, ja, wij willen wel graag wat printen, maar we willen eigenlijk kijken hoe we dus 3D-printen kunnen implementeren in het hele bedrijf, in plaats van een aantal prototypes maken. Dus wij hebben dus eigenlijk daarnaast hebben we nog een stuk software gemaakt. Dat noemen wij de ScanTool, waarmee dus het bedrijf de voorraad die ze hebben van onderdelen kunnen scannen met onze software. En dan kunnen wij direct aangeven per onderdeel of het printbaar is of niet. En dat stoppen we in een rapportje. En dan heeft hij een rapport en dan kan hij direct zien, voordat hij überhaupt grote series gaat produceren met onze andere dienst, of 3D-printen wel feasible is of niet. Nog 1 laatste punt. Want je kondigde vorig jaar een crowdfundingscampagne aan. Ik neem aan, streefbedrag van 2 ton makkelijk gehaald. Want zo'n verhaal is het al een beetje. Maar wordt het dan niet tijd als je steeds groter wordt en je hebt grote klanten en je ontwikkelt een nieuw product om eens een keertje te gaan praten met een investeerder? Daar heb ik mijn twijfels over. Dat is een vraag die ik mezelf ook stel. Ja en nee. Dus, Wat vind je daar eng aan? Nee, ik vind het niet eng. Maar het is wat ik heel veel ervaar is dat startups zeggen, we gaan bouwen. En dan heb je de tractie. Hè, en dan komt er wat geld binnen. En nu moet er naar een investeerder toe. Maar ja, misschien is dat helemaal niet nodig. En zou je het wel zelf kunnen. En dat is misschien veel interessanter, omdat je dan veel meer vrijheid hebt, ook in je ondernemen en wat je kan doen. Dus als jij met een investeerder een plan maakt, dan moet dat plan moet je uitvoeren. Maar ja, wat we nu al gezien hebben met de overname van Printer. Je wil gewoon de vrijheid hebben om alle beslissingen zelf te nemen. Vrijheid om uiteindelijk het succes. Ik denk, misschien is het succes dan een hoge kans op succes in plaats van met een investeerder. Dus, maar dat is ik weet het niet. Maar ja, want waarom je wel met een investeerder zou praten, ik verzin maar iets, is dat je financiële mogelijkheden toenemen. En dat je die misschien nodig hebt om je plannen te realiseren. Ja, maar je kosten ook. Dus ja, als je een investering krijgt, maar dan moet je ook natuurlijk zoveel mensen nemen. Dus je kosten nemen natuurlijk ook toe. En dan is de vraag, over een jaar later, doe je dan wel genoeg omzet of niet? En wie is dan aan de bal? Zoals je er nu over praat, ben je eruit. Die investeerder die klopt voorlopig. Ik weet niet, hebben ze al aangeklopt?
We hebben een aantal gesprekken momenteel lopen, ja. Ja. Oh, die lopen wel nog steeds. Je hebt niet meteen de deur in het gezicht gegooid. Is dit tactiek om je huid zo duur mogelijk te verkopen? Nou, die investeren. Ik weet het niet hoor, terwijl je morgen gewoon afspraak hebt. Nee. Het is gewoon interesse en dat is het gewoon. Ja. Ja. Meestal vragen we dan, nou, wat ga je dit jaar doen? Ik denk dat bij jullie het eerlijke antwoord is, we weten het niet precies. We hebben natuurlijk een aantal doelen, maar op dit moment meer klanten. We hebben nu een kantoor in München net geopend 3 maanden geleden. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus daar willen we nu meer mensen aannemen. Dus dat is eigenlijk de Zuid-Duitse markt. Dat is voor ons een interessante markt. Dus, en wat er verder op je pad komt, je laat je verrassen. Exact, ja. Goed. Nou, succes met die tocht. Met de vele verrassingen langs de kant van de weg. En ook die gesprekken met die investeerders. Willem-Jan van Loon van Beamler. Tot volgend jaar. Dankjewel. Nieuwe ontwikkelingen in het wielrennen, hockey, cricket. Waarom worden er nieuwe spelregels gemaakt in deze sporten? En waarom komt onze grootste sport, voetbal, met veel minder innovaties? Daar gaan we het zo over hebben. BNR Nieuwsradio.